is een traditie, ja. En leger des heils en donuts gaan dan echt al heel lang samen. In de Eerste Wereldoorlog gingen heilsoldaten aan het front donuts uitdelen. En dan werden ze donutdollies genoemd. En sindsdien doet het leger des heils dat over de hele wereld. Het leger des heils en de donut hebben al een lange traditie. Nou, donut is lekker. En het is een lekker geluksmomentje. En een soort van jaarlijks feestje dus om de huiskamer te vieren. Misschien nieuwe bezoekers te ontmoeten of hier naartoe te krijgen. Ouders met gezinnen. Maar het is vooral gewoon gezellig om elkaar te ontmoeten rondom koffie en een donut. Kan eigenlijk niet beter. Do not worry, be happy. Die maken ze en daarvan krijgen we ze ook. Ja. Helemaal gratis. Helemaal gratis. Naast koffie met een luisterend oor zijn er ook nog andere verbindende activiteiten. Nou, op donderdag eten we bijvoorbeeld samen soep. Eén keer in de twee weken hebben we een gezellige brunch. We hebben één keer in de maand een eetcafé, maar we hebben ook een koffiefiets. Dat is een grote bakfiets en dan gaan we met koffie de straat op. En dan gaan we gewoon lekker koffie drinken met buurtbewoners. Nou ja, we hebben een meidenclub. Nou, van alles wat eigenlijk. Maar het is niet alleen koffie wat je krijgt. We hebben altijd koekjes bij de koffie. Maar bij je koffie krijg je ook een krantje misschien. Of een gezellig gesprekje. Even vragen hoe het met je gaat. Zodat je kan vertellen. Mijn dag was leuk. Of hij was eigenlijk een beetje ruk. Maar nu gaat het weer beter, want ik kan even mijn verhaal kwijt. Ik zorg voor de koffie, voor de thee. Ik kijk hoe de mensen binnenkomen. Eventjes gezellig opvangen. Praatje maken. Luisterend oor. En ik zorg dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat ze het ook plezierig vinden en zich welkom voelen hier. En vandaag met een donut erbij. In de ochtend loopt het nog niet storm, maar... Ervaring is dat mensen op vrijdag denk ik graag uitslapen. En dat ze vanmiddag allemaal massaal komen toestromen. En sowieso reken ik nog op heel veel kinderen. En die komen natuurlijk na schooltijd.